Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube, mensen. Het is tijd voor een nieuwe review. Een remotopje om je nek. Ik ga het je laten zien. Heeft ook een beetje met dit thema te maken. Maar half, jawel. Nou ja, eigenlijk wel. Er is een nieuw thema. Die heb ik verzonnen en die luidt oud of goud. Wellicht dat je mij Thomas hebt gezien. Ik gooide hem in de groepsapp van het Dutch Beer Collective. En toen zei ik van, ik ga een nieuw thema doen. Misschien 1 of 2 keer per maand. Want anders wordt het wel heel veel in 1 week, zeg maar. Van de bierklassieker tot oud of goud. Nou ja, ga zo maar door. Daar heb je aardig wat thema's. Maar 1 of 2 keer per maand had ik zoiets van, nou, oud of goud. Laten we die introduceren. En Thomas had eigenlijk hetzelfde idee. Dus dat werd geboren. Dus dit is dan de eerste. En eigenlijk vond ik het wel een heel mooi thema. Omdat, jawel, ik ben jarig geweest. En vrouw en kinderen hebben deze voor mij gemaakt. Voor op de verjaardag. Remy, doe jij die dan om? Eigenlijk hou ik niet van die geintjes. Maar goed, prima. 40 geworden, zoals je kan zien. Dippie. Top. Dus ik dacht, nou ja, als ik een review ga doen, ga ik hem omdoen. Maar wie waren ook op mijn feestje? Douglas en Thomas. Thomas had graag willen komen. Logisch, blubberver voor hem. Die heeft ook, die wilde heel graag. We gaan nog zeker een keer afspreken. Maar logisch dat hij niet kwam. Maar Gerben, aka Dutch Beer Geek, en Douglas, aka Beers with Douglas, die waren er. En Douglas kwam dus met een bier, die ik heb hem al een keer eerder gehad. Volgens mij heb ik hem ook al een keer gereviewd. Maar het is een bier wat ouder is. Oud of goud? Oud en goud? Ja, ik vind mezelf nog steeds prima. Goud, dat is nog een beetje overdreven, maar goed. Oud, ja, ik weet niet, is 40 oud? 40 is nieuwe 20, ja toch? Douglas kwam met het bier. Ik zal hem gelijk even laten zien. Wellicht misschien wel bekend. De Curiosity. Zeg ik dat goed? Series. Bronkhorster. Jawel, 50 centiliter barrel aged blend. Dat ziet er goed uit. Allereerst. Prachtig mooi. Prachtig mooi doosje. Ziet er echt waanzinnig uit. En nogmaals, ik heb deze al een keer eerder gehad. Hij zei wel, Douglas, houd het vast, want hij is een beetje zwabber al, zeg maar. Volgens mij heb ik ook op mijn achtergrond, als ik in de overkapping zit, zie je dit doosje ook staan. En wat ik me nog kan herinneren, is het een fantastisch bier. En volgens mij hebben ze wel een aantal uitgebracht. En volgens mij is dit degene die ik toen dronk. Ik ga hem even openmaken. Geen proper glas, wel een fijn glas om uit te drinken. Dus, welkom bij het nieuwe thema die geboren is. Oud of goud. En wat zegt dat nou eigenlijk? Als ik zeg het is oud, dan is hij eigenlijk gewoon te oud. Het is niet meer lekker. Goud? Ja, dan is hij gewoon nog steeds goud. Dus Thomas had volgens mij oud, maar goud. Nee, ook of goud. Nou, maakt niet uit. Ik zeg gewoon oud of goud. Eén van de twee. Goud staat er al op, dus nee, we gaan hem openmaken. Douglas, nogmaals bedankt voor je bier, jongen. Echt waanzinnig. En ja, weet je, Douglas is gewoon een held. Ja, echt. Thomas en Gerben net zo, uiteraard. Maar ik vond het gewoon cool dat hij deze op mij had. Oké, wat is het? Het is een barrel blend. Het is wel barrel aged bier, maar dan geblend. Hè? Dus meerdere barrels. Ik zal hem heel veel laten zien, want hij ziet er echt waanzinnig uit. Ik snap even niet waarom hij niet scherp stelt. Jammer, jammer dit. Waarom doet hij dat niet? Lieve mensen. Zo misschien. Niet echt. Maakt niet uit. Even kijken hoe dat zit. In ieder geval, bieren en vaten staat al 13%. Het is een combinatie tussen Imperial Red Ale, 10 maanden gerijpt op Wild Turkey Bourbon, Quadruple, gerijpt op Johnny Walker Whiskey voor 10 maanden, en Smoked Imperial Brown Ale voor 10 maanden gerijpt op Chivas Regal Whiskey.
afgevuld, dat is wel belangrijk, op 12.21. Dus hij is in de fles gegaan op december 2021. We zijn inmiddels 2,5 jaar verder. Klopt dat? Nee. Anderhalf jaar? Wacht even hoor. Gaat het, Remy? Het gaat. Anderhalf jaar verder. En kijk wat hij doet. Dit is nummer 3396. Ziet er goed uit. 13%. Oud of goud? Ja. Stiekem bij deze denk ik het antwoord misschien wel te weten. Jij? Ik kan me niet voorstellen dat dit oud is. En dat bedoel ik mij niet lekker. Ga ermee schenken. Douglas, nogmaals bedankt, vriend. Ja, en ik kan me herinneren dat ik deze gedronken heb. En volgens mij ook gereviewd. Dan moet ik even nagaan. En dat die ook echt wel fucking goed was. Maar ja, sorry voor mijn taalgebruik. Maar dat die gewoon echt super goed was. Ah, 40, oud of goud, goud, oud, maakt helemaal niet uit. We gaan kijken wat hij doet. Geen schuimkraag, die is totaal verdwenen. Dus we gaan kijken wat hij doet in de neus. Oh. Prachtig. Oh. Zit er heel goed in. Het zit er heel goed in. Ik besef nu dat hier mijn microfoon aan zit, dus waarschijnlijk hoor ik. Ja, dat. In ieder geval. Ik zag helaas, hier ben ik dus gebleven, helaas zag ik dat het geluid ermee ophield. Gelukkig kwam ik daar redelijk op tijd achter. Nou ja, ik had hem al geproefd en geroken en bla bla bla. Maar doordat ik dit deed, is het microfoon niet helemaal meer goed gegaan. Dus we blijven waar we zijn gebleven. Ik heb hem nog steeds in mijn glas. Dus we gaan gewoon door alsof er niks gebeurd is. Jullie weten het niet, ik wel. We gaan hem ruiken. Kijk wat hij doet. Ja, hij ruikt echt supergoed. Supergoed. Wat ik al eerder zei, wat jullie niet hebben gezien, uiteraard. Hij ruikt supergoed. Maar er zit wel een boozy, nog steeds een boozy kant aan. Je merkt wel echt dat hij alcoholisch. Ja, het klinkt ook zo stom. Nee, hij is alcoholisch. 13%. Hij zit er heel goed in. Hij is echt enorm aanwezig. Johnnie Walker zit er het meeste in. Ik merk ook wel dat dat toch wel eigenlijk de bovenhand heeft. Je merkt ook dat de bourbon er goed in zit. Het is een waanzinnig bier. Ik had verwacht na anderhalf jaar tijd dat hij zeg maar iets subtieler was geworden. Ietsjes in de flow. Dat, nou ja, dat idee, weet je wel, dat hij net even wat. Maar desalniettemin ruikt hij echt fantastisch. We gaan hem proeven. Nogmaals, Douglas, hartelijk bedankt voor dit bier. Echt waanzinnig. En ja, 40 jaar oud of goud. Gaan kijken wat hij doet. Cheers. Moet ook niet overdrijven. Ik heb hem net ook al geproefd. Misschien een gekke review zo op deze manier. Maar de beleving is er niet minder om. Hij is echt supergoed. Hij is boozy. Scherp brandje zit er nog steeds in. Wat ik al zei, stiekem had ik gehoopt dat hij ietsjes subtieler zou zijn. Maar desalniettemin, wat ik al eerder zei, hij is echt goed. Hij zit er echt goed in. Smaakt goed. Vol. Ja, karamel. Ja, eigenlijk ook een beetje karamel, een beetje kruidig. Die porttonen zitten er ook wel een beetje in. En met die porttonen bedoel ik dat, nou ja, dat ouderdom, zeg maar, zit er ook wel redelijk in. Maar toch even goed, ook nog wel redelijk boozy, oftewel scherp ook wel. Maar desalniettemin gewoon, ja, ik heb het woordje al een paar keer gezegd, maar gewoon fantastisch bier. Douglas, dank je wel, vriend. Heerlijk bier om op mijn 40ste verjaardag. Maar is hij nou oud of goud? Hij is goud. Echt waar, hij is echt goud. Knap dat hij zo fantastisch is gebleven na anderhalf jaar tijd in de fles.
Het is natuurlijk niet extreem lang, maar het is het wel. Het is gewoon. En ik vond gewoon 40 oud goud. Is toch mooi. Het is gewoon mooi. Kom je naar goede reden om deze te reviewen, laat ik het zo zeggen. Als ik een cijfer moet geven, dan moet ik ook vandaag echt van een 8,5. Ik vind hem echt fantastisch. Nogmaals, Douglas, hartelijk dank. Ik ga hem lekker opdrinken. Ik wil jou bedanken voor het kijken, liken, delen, abonneren. Ben je nu geabonneerd? Druk even op abonneren. En hopelijk nu 40 en dat ik nog 40 jaar lang nog steeds reviews kan opnemen. We gaan er. Ik hoop het. Misschien wat minder tegen die tijd ooit. Je weet het niet. We gaan het zien. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Cheers.